Oh, waar ga je naartoe? Ik heb even een andere kant op. Eet smakelijk. Je weet je wel grappen maken. Good morning, het is vandaag vrijdag. Nielsje heeft vandaag zijn allerlaatste werkdag. Normaal gesproken werkt hij natuurlijk niet op vrijdag, maar zijn vaderschapsverlof die zat erop. Dus dit is de laatste vrijdag dat hij moest werken. En daarna had hij nog volgens mij iets van 9 vakantiedagen. Dus na vandaag is hij nog lekker even een tijdje vrij voordat hij aan zijn nieuwe baan begint. En even kijken. Nou, ik had vannacht nachtdienst. Nou, die kwam om 4 uur vannacht. En daarna werd hij alweer om 7 uur wakker. Dus dan heb ik hem even in de box gelegd, want hij was echt super druk. En daar heeft hij nog echt wel nou, een uur of zo lopen spelen. En ik ben gewoon nog even mijn bed in gegaan, nog even bijgetukt. En nou ja, daarna heb ik hem aangekleed, verschoond. Hebben we nog even gespeeld. En daarna kwam hij weer voor het flesje. Dat was om... Even kijken, 8:30. Daarna had ik hem nog heel veel in de box neergelegd, want hij begon weer een beetje moe te worden. En nu is hij al, nou ik denk 20 minuten ongeveer aan het slapen. En ik laat hem nog heel eventjes liggen. Hij ligt in de box, was hij in slaap gevallen na het spelen. Want we gaan zo meteen baby zwemmen. Ik heb hem wakker gemaakt. Nou ja, het is 9:50. En we moeten eigenlijk 9:55 moeten we gaan. Dus het is niet zo erg, hè. En mijn moeder die gaat vandaag mee met baby zwemmen. Omdat Niels niet kan. En omdat het natuurlijk super gezellig is. En het is ook een stuk handiger met omkleden en zo. Als je met z'n tweeën bent. Hey, heb jij lekker geslapen? Nou, je slappetje mag nu wel weer af, hè. Zo, heb jij nog even bijgetukt? Wat lekker. Ja, jij was vroeg wakker, hè, man? Ja, jij was heel vroeg wakker, hè. Heb je zin om te zwemmen? Heb je er zin in? Gezellig, hè. En dan komt oma. Dat is leuk. Ga je zwemmen? Kan het zo? Ja, ja. Nauwtje. Hoi. Lieverd. Hey. Hier is mijn mama. Nou, die heeft na het zwemmen nog even lekker geslapen en een flesje gehad. En nu zijn we aan het wandelen. We zitten lekker onder het parasolletje in de duinen. Dat is bij ons achter. Dus wij hebben geen tuin helaas. Ja, klein beetje voortuin, maar dan zit je eigenlijk op de parkeerplaats. Dus het is wel heel lekker dat we gewoon hier wonen. En nou, met 5 minuutjes wandelen ben je in de duinen hier. Dus dat is echt ideaal. We zitten nu even lekker om ons heen te kijken. Hij had niet meer zoveel zin om in de wagen te zitten. Hij probeerde de hele tijd te gaan zitten. En nou heb ik wel de maxicosi zeg maar op de kinderwagen. Dus dat scheelt dan al dat hij niet in die bak ligt. Nou, daar gaat de doek. Nou, we gaan even lekker van het weer genieten. En gaan we zo meteen nog even een stukje wandelen. Hè? Nog even wat boodschapjes doen voor morgen ook. En dan gaan we morgen lekker varen. Gaan we morgen lekker varen? Niet aan de lens zitten, hè? Je wordt helemaal vies. Want je hebt zonnebrand aan je handen. Ja? Lieverd, ga je mama nadoen. Kijk eens. Hop. Hop. Yeah.
Kijk eens naar mama. Help. Ja. Je bent mama de hele tijd aan het nadoen, hè? Wat ga je doen? Je moet alleen maar de camera pakken, hè? En dan vervolgens in je mond stoppen, ja. Dat is wat jij van plan bent. Dat gaan we dus mooi niet doen. Nee. Je bent echt een draak. Je bent echt een draak. En jij bent echt een draak. Mooi, hè? We moeten eens kijken of jij jouw tandjes krijgt. Zeg maar, ah. Grappen maken. Ja. Kan je dat goed? Ja. Oh, dan ga je ons deken opeten. Dat is toch niet de bedoeling? Ja, je bent liever lui, hè? Lijkt op mama, ja. Wij houden niet van trainen. Nee. Of ga je met papa crossfitten? Als je later groot bent. Ben je mama? Ja, kan je dat goed? Dit is mooi. Ja, lekker. Wat is er dan nog meer? Kruidenboter. Oh, dan wil ik die wel. Wat? Kruidenboter. Ik heb drie dingen opgenoemd. Kruidenboter. Ik ga toch geen mayonaise op een broodje doen? Je weet het niet met jou, hè. Je komt het horen, dus je bent nog steeds een beetje raar. Nou, wij hebben lekker wat eten besteld. Want Niels heeft vandaag zijn laatste werkdag gehad. Jippie. En we hadden geen zin om te koken. En Noutje lag op bed. Dus we dachten, we gaan lekker eten halen. Waarom niet, hè? Vrijdagmiddag. Oh, dit is mijn alioli. Oh, weet jij dan net patat zonder mij? Ik had patat met alioli. Dat is lekker. Moeten we even proosten? Ja, als je een momentje hebt, dan doe ik het mee. Cheers. Eet smakelijk. Ik heb niet zoveel gepland mee. Ga je nog een keer rollen? Rollenbollen. Ja, kom maar. Ga nog een keer rollen. Nee, ik denk die zoekt het uit. Lieverd, kom. Twee keer rollen was genoeg vandaag. Ik zie jullie zo ook wel prima. Goed gedaan. Nee, je zal er wel moeilijk zijn. Ja, ik was zo inspanning, hè. Toch. Goed zo. Goed. Ja, we zijn trots op jou. Wat goed voor jou, je kan rollen. Ja. Oh, zo goed van hem. Zo goed. Goed van hem. Dikke duimpje. Zo goed van hem. Staat hij nou aan of niet? En volgens mij wel, maar ik weet niet zeker. Zal ik nog eens doen? Maar, leuk, lieverd. Kijkt hij blij? Dan kijk je even, wat ben ik nou de land? Ik heb varen, man. Ik ben echt wel. Ja, een klein, zeg maar. Klein beetje. Lig je lekker, kerel? Lig je lekker? Een beetje op de naartoe. Tobias en Marissa. Niels, hij trok net die hele anti-slipmat van de avond. Hij trok alles omver, joh. Oh, nou, Niels wel. Helaas. Oh. Kom maar, zo. Alles in de mond. Ja, hij vindt dit flesje ook heel interessant dat het koud is. Hij staat echt zo. En dan heb je echt een bachelor. Ja, dan ben ik nog blijer. Ja, ga ik, echt... ik denk dat je hem een stukje moet laten zakken. Maar zonder die kap kan je er wel onderdoor.
We zijn aangekomen bij de theetuin. Nootje ligt even lekker op zijn buik. En we hebben lekker een gebakje besteld. Hoi. Hey. Komt u maar. Zeg. Lekker? Ja, heerlijk. Koud? Nee, alleen als je eruit komt. Oh. Goed zo, Nout. Heerlijk. Zelfs patat hebben ze, hè? Dankjewel. Top. Nou, je begint een beetje moe te worden. Kom hier. Zo. Oh, wacht. Ik moet ook nog. Cheers. Met een flesje water. Hey, moet jij niet slapen, mannetje? Moet jij niet slapen? Ja, moet jij niet slapen? Motliftjes, moet je eens kijken. En je bent thuis. Het zou best wel lekker zijn. Ja. Met zo'n stekkie? Ja, kijk, en dat is komen. Nee. Naar deze kant. Naar jouw kant. Nee, dit gaat niet goed. De achterkant is iets. Ja. Nee, ja. De voorkant iets. Ja, allemaal. Ja. Oh, dat is al te ver. Ja, nu. Blijf maar. Nu zou er een goed uit aan doen, hoor. Dat is gewoon zo in het luidje dat voor ligt, hè. Nou, soepeltjes. Eerst met blauw gaan we jouw voetje hierop zetten. Met blauwe verf. En dan zet je een voetje hier. Is dat een goed idee? Wacht. Mama doet eerst even met de vinger, kijk. Oeh, dat is gek. Oh, oh, nee. Jij niet. Doe mama even de vinger afvegen. Nee, nee, nee. Niet aan je voet zitten. Eén. Nee. Twee. Wauw! Wauw! Wat mooi! Dan gaan we deze weer afvegen. Nou, dit gaat best oké. Hè? Doen we even deze in het water. Die heb ik er ook bij gezet. Niet op de tekening. Zo. En nu komt het moeilijkste. Nu gaan we je hand erbij zetten. Dat is handig. Zo. Zo. Ja, bedenkt. We gaan een superheld maken voor papa. Oh, hij spreekt som. Zo moet hij dan. Zo. Hey. Twee. Hoppatee. Kom eens met je vinger. Het gaat echt moeilijk worden. Twee. Wil je handje maar open? Handje open? Doe maar open. Ja, open. Open. Oh. Ja. Petee. Goed drukken. Duwen, 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 duwen. Ja. Wauw. Kom maar met je handje. Voordat het overal aan zit. En dan gaan we er nog wat moois onder schrijven. Maar dat doet mama wel. Ben je tevreden? Meneertje, met het eindresultaat? Ben je tevreden? Nou, ik vind het heel mooi. Kijk, gaat mama eerst even de kleurtjes op een bord doen. Ja. Oh, deze is ook nog dicht, zie je?
Ik. Open. Ben je lekker aan het kwijlen? Getsie Diddy. Getsie Diddy. Vieze tanden. Ja. Hey. Vind je het mooi? Jawel toch. Jawel toch. Kijk eens. Ik ben natuurlijk bij jou gekwijlie. Blee. Kijk, dan gaat mama wat moois schilderen. Frustratie. Zal ik je even overeind helpen? Nou ja. Mama gaat je helpen. Hey, mama komt je helpen. 1, 2. Rollen, bollen. Woe. Zo, daar ben je weer. Gelukkig. Ga uit. Hey. Hey. Draakje. Ja, nu moet ik je weer helpen, zeker. Ik heb nog maar 1 letter gemaakt. Oh ja, kom eraan. Hoppakee. Hey, was je er weer? Vaderdag. Ja. Ze eet lekker. Wij hebben gisteravond nog een feestje gehad. En wat een nout hadden we meegenomen. En die hebben we daar boven lekker op bedje gelegd. En dat ging eigenlijk heel erg goed. En dat we aankwamen, kwam hij nog voor een flesje. En daarna heeft hij eigenlijk de hele avond geslapen totdat we naar huis toe gingen. En thuis had hij weer een flesje. En toen gingen we lekker naar bedje. Tussendoor, de babyfoon stond wel aan, maar er was natuurlijk ook muziek. Dus tussendoor hebben we heel vaak gekeken, nog even in zijn kamertje. Maar hij lag gewoon heerlijk overal doorheen te tukken. Dus dat ging helemaal goed, hè, man? Open uit. Wat heb je gemaakt, lieve? Hij wordt wild. Onze eerste vaderdag. Zo, die is wel op de groei gekocht, of niet? Ja, is 74. Dus die past hier als het goed is. Een flessie. Oh, wauw. Die is eigenlijk voor jou, hè? Mooi. Papa is mijn held. Superheld. Foto ook van mijn vader. Een kookboek. Ik kan lekker eten maken. Laat even. Hij staat er ook op met zijn kinderen. Dat zijn zijn kinderen. Nou, de man die heeft zijn rompert aan. Was goed, hè? Truitje aan, petje op. En we gaan zo meteen even wat boodschapjes doen. En daarna gaan we gezellig naar Niels' ouders toe. Hé, nou, opa en oma. Wat ben je mooi. Die heette Jinke of zo. Maar die noemen ze dan Jinke. Maar die klonk heel erg op Jinke. Als je nu opent. Oh, een gaatje spelen. In elke winkel met de lift. Volgende lift.
Wat heb jij? Leukste speelgoed. Een hydrowielendoek. Oh. 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 Liefie. Hey. Dat was een coole truc. Dat was een coole truc. Oh. Nou, die is de afgelopen dagen alleen maar aan het rollen. En we vinden hem dus elke keer zo op zijn buik in bedje. Lekker slapen. Maar we zijn hem nu naar bed aan het brengen. Leg hem op zijn rug neer. Slaap lekker, mannetje. En dan gaat hij weer. Wat moeten we hier nou mee? Moutje, waarom ga je niet slapen? Want man is even in een lakentje. Ja, ja, gisteren had ik een lakentje gedaan en toen lag hij gewoon onder dat lakentje ook te draaien. Draai. Jij was heel erg moe. Ja, ja, ja. Jij was heel erg moe. Moet je niet slapen, lieverd? Nou, slaap lekker. Hallo. Het is vandaag woensdagavond. En ik heb Niels net lekkere gezichtsbehandeling gegeven. Noutje ligt op bed. En ik ben mijn vlog alvast een beetje aan het editen. En ik ga hiermee ook de weekvlog weer afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Tot ziens. Doe een duimpje omhoog. Niet vergeten. Ja. Abonneer op mijn kanaal. Doei. Ook niet vergeten. Laat een reactie achter. Ook niet vergeten. Ja. Like en deel. Doei. Dag. Tot volgende week.